Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. En een speciaal welkom voor iedereen die een prachtige voetbalwedstrijd aan zich voorbij laat gaan. Nou, prachtig. Dat gaan we nog even afwachten. Jullie hebben de juiste keuze gemaakt, laten we het zo zeggen. Rolf van der Velde, je bent te gast. Je bent van Undergrid. Dat klopt, dankjewel. En wat doen jullie? Wij maken communicatietechnologie om dingen met elkaar te laten communiceren. En dat klinkt een beetje vaag. Dus ik heb een voorbeeld meegenomen van wat wij maken op dit moment. En dit is een tracker die gebruikt wordt onder meer op Schiphol. En daarmee kunnen we bagagekarretjes die buiten staan, die je wel ziet waar de koffers op liggen en de containers op staan, die kunnen wij dan terugvinden. En nou is dat op zich natuurlijk niet zo'n nieuw tracking technologie. Maar wat het wel nieuw maakt, is dat deze apparaten met elkaar een communicatienetwerk maken. En alsjeblieft. Dank je wel. En daardoor geen infrastructuur nodig hebben. Dus we hoeven vooraf geen moeilijke zaken te installeren. Of we hoeven geen mobiele telefoonabonnementen af te sluiten. Het netwerk vormt zichzelf. Het is ook aan. Dus het apparaat wat je daar hebt, als dat een tweede apparaat bij zich zou hebben, dan zou dat elkaar vinden. Dus het is een zender en ontvanger in één. Zender en ontvanger bij elkaar. En het is heel energiezuinig. Dus het apparaat wat je daar in je hand hebt, dat gaat 5 jaar mee. Ja, maar er zit dus geen simkaart of iets dergelijks. Het maakt geen gebruik van wifi of gsm-technologie. Nee. Het zijn radiosignalen. Ja. Het zijn radiosignalen. Het lijkt wel een beetje op wifi als we het simpel uitleggen. Maak ik het kapot als ik er een beetje... Nee, deze mag je ook maken. Ik maak altijd alles open, hoor. Ja, heel goed. Ja, dat gaat goed. Het is ook een demo-model. Je kijkt nu naar de achterkant van de printplaat. Je ziet de twee batterijtjes. Ja. Waarom zit nou niet die technologie aan deze kant? Die zitten ook antennes in. En dat moet natuurlijk een beetje naar boven stralen, want dit monteer je plat op staal. En daarmee kunnen we een netwerk vormen, kunnen we gewoon duizenden bewegende objecten op een hele makkelijke manier een netwerk laten vormen en zorgen dat die informatie bij de klant terechtkomt. Dus als ik het nou goed begrijp, is het nieuwe aan die technologie dat dit apparaatje communiceert niet meer met een centraal punt, maar communiceert via andere apparaatjes in de buurt. Uiteindelijk natuurlijk wel met een centraal punt, maar het is een netwerk van apparaatjes, toch? Heb je dat goed begrepen? Ja. En dat maakt het mogelijk met veel minder zendvermogen te werken. Zendvermogen, veel minder batterijverbruik, dus je hoeft het niet op te laden. Het werkt in stand, dus je hoeft het niet te installeren, je hoeft het niet te configureren. Je ziet het, er zitten twee gaten in, of je kan dit zelfs ook tie-wrappen. En op het moment dat je dat op een plaat staal monteert, dan werkt het. En kun je dus in 2 minuten tijd iets wat rolt en beweegt, een aanhangwagen, kun je eigenlijk intelligent maken. Dat is wat wij doen. Je zei het zelf al, tracking technologie is niet nieuw. Nee. Dit soort apparaatjes zijn niet nieuw. Nee. Wat is er eigenlijk wel nieuw? De combinatie. De combinatie. En dan de combinatie van? De combinatie van de radiotechnologie in combinatie met het energiezuinige. En ook en de tracking is feitelijk een applicatie. Je kan er elke soort sensor aan hangen. Ja, dan hebben we het eigenlijk over een Internet of Things toepassing. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk het buzzword. Dat is het buzzword en dat vermijden wij vaak. Ja, je had het nog niet gezegd ook. Nee. We proberen dat te vermijden. Wij zijn een puur Internet of Things bedrijf. Ja, waarom vermijd je het? Vanwege ook het stukje hype wat daar omheen is. En als wij naar een klant gaan en zeggen van wij zijn een Internet of Things bedrijf, we hebben Internet of Things toepassing. Wat is de waarde van een klant daarvoor? En de waarde van een klant in dit geval voor een luchthaven of voor afhandelaars of voor partijen die daar werkzaam zijn, die zeggen ik wil gewoon die informatie hebben. En of daar nou een postduif uit komt vliegen of via een Internet of Things communicatietechnologie tot stand komt, het boeit die klant eigenlijk niet. Die zegt ik wil tegen een goed kostenplaatje met weinig inspanning wil ik die informatie hebben. Dat is waar het om gaat. Dat je daar dan Internet of Things technologie voor gebruikt, dat is perfect. Hey, en even als het voorbeeld wat je noemt, want ik weet Schiphol en KLM
participeren in wat je doet. Je gaf voorbeeld van een luchthaven. Was dit dus een probleem? Waren al die karretjes kwijt steeds? Konden ze die niet terugvinden? Waar is een oplossing voor? Ja, dat is letterlijk het geval. Ze zijn karren kwijt. Op Schiphol rijden er ongeveer 8500. Waarvan er ongeveer 3600 hetzelfde zijn. En die karren moeten in onderhoud, verplicht, één keer per jaar. Ga ze maar vinden. Als ik 3600 karren op een rij zet, dan zeg je, nou, kan ze wel vinden. Maar op een gebied als Schiphol, binnen, buiten, ook nog eens met loodsen te maken, of met hangars, of met kelders, dan moet je ook wel iets kunnen terugvinden. En soms zijn ze echt maanden op zoek om een kar terug te vinden. Serieus? Ja, we kennen ook voorbeelden waar ze een kar 5 jaar kwijt waren. Oh ja? Ja. En ten tweede is dat die informatie... Maar is dat echt zo? Want weet je, ik krijg altijd een beetje... als je er kritisch naar kijkt, zeg je van ja, ben je geen probleem aan het oplossen, wat eigenlijk helemaal niet bestaat. Ja. Want natuurlijk zijn er wel eens een paar karretjes die ergens achter in een parkeergarage terechtkomen. Maar de grote meerderheid, dat zijn vaste patronen van de vertrekhal naar de gate en weer terug. En er zullen elke dag moeten er gemiddeld 200 karren van die locatie naar die. Want er blijven er daar meer achter dan dat. Weet je? Ik kan dat een heel eind met je volgen. Maar op een luchthaven is niet maar één partij aan het werk. Op Schiphol zijn er 7 verschillende partijen aan het werk. Die koffers bijvoorbeeld in en uitladen. En op het moment dat jij niet genoeg karren in jouw omgeving hebt, dan pak je die even van de buurman. Maar die van de buurman heb je toevallig niet betaald, of die zit niet bij jou in het contract. Maar dit gebeurt dagelijks. En die patronen die je voorstelt, die zijn ook niet zo eenvoudig zoals je het schetst. Dus die bewegingen die zijn veel dynamischer dan het vaste daarin. Want je weet, natuurlijk weet je op het moment dat er een Boeing 747 aankomt, dan heb ik 20 van die karren nodig. En die worden gebruikt, die worden gelost en dan worden die karren even ergens neergezet. Want op dat moment zijn die karren niet nodig. En dan komt Jantje langs en die heeft toevallig 1 kar te weinig. Dan denk jij dat er 20 staan en dan haalt iedereen weg. Er staan er nog 19. Terwijl jij dacht dat er nog 20 stonden. Ja. En dat is dus dit gebeurt aan de lopende band. En het probleem hebben wij niet bedacht. Het probleem is door de klant bij ons aangedragen. Die heeft gewoon gezegd van ik heb dit probleem en dit moet opgelost worden. Dus je zit hier in een feitelijk, als je beschouwt Internet of Things en asset management, wat het eigenlijk is. Nou is die hardware 1 ding, ja. Daar profileer je je heel erg op. Ja. Ben je ook niet de enige, want iedereen is bezig met energiezuinige sensoren. Ja. We hadden hier laatst Wienke Gieseman nog. Weet je wel, een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Zijn jullie een hardwarebedrijf? Want die klant heeft natuurlijk niks aan sensoren op alle karren. Nee. Het gaat natuurlijk om de laag die erop zit en het ontsluiten van die data op zo'n manier dat je er ook wat mee kunt. Dus dat hebben we ook gemaakt. Dat heb je ook gemaakt? Ja. Oké. En we hebben een hele cloud-omgeving daarvoor gemaakt met allemaal API's. En daarbovenop zitten user applications die de klant kan gebruiken. En we integreren ook die API's met software die bijvoorbeeld op de luchthaven gebruikt wordt. En op de andere vraag, zijn wij nou een hardwarefabrikant? Nee, wij zijn een softwarebouwer, developer. Alleen als ik tegen iedereen ga zeggen, ja, ik heb een communicatiesysteem, dan zeg je, ja, gefeliciteerd, hartstikke leuk. En wat gaan we er dan mee doen? En we zijn deze business ook gestart om echt de klantprobleem op te lossen. Echt vanuit de klant te denken van hoe kunnen wij een oplossing bouwen die de klant echt gaat gebruiken en die ook nog eens schaalbaar is. Dus die niet alleen op Schiphol gebruikt kan worden, maar inmiddels ook in Parijs. En er komen dit jaar nog een aantal andere luchthavens concreet bij. Dus we zijn daar wel meteen in doorgegaan. Maar we wilden echt die hele nauwe samenwerking met die klant hebben. Waarom wij leveren dat materieel niet. Wij snappen dat materieel wel een beetje. Maar je moet ook wel de klant begrijpen om tot een product als dit te kunnen komen. Want dit is ook speciaal ontwikkeld voor dat materieel. Hey, en vertel daar eens over. Want je zegt, hè, de vraag komt bij de klant vandaan. Ja. Maar was dit al jouw klant? Hoe ben je aan de klant gekomen? Ja, de achtergrond van het bedrijf ligt ook wel een beetje in de tracking tracing. Dus ik kende die business case al wel. Ik kende ook die klant ook al wel. En we hebben altijd contact gehouden. En op een gegeven moment kom je bij elkaar, drink je een biertje. En hoe gaat het? Heb je het probleem al opgelost? Nee, ik heb het probleem nog niet opgelost. En dan kom je wat andere technologieën tegen, daar ga je ook eens over nadenken. En dan op een gegeven moment, het is dan misschien het ondernemerschap, zeg je nou, als ik nou eens dat combineer met dat combineer met dat combineer, dan kan ik misschien die business case oplossen.
En dat is daadwerkelijk start geweest van Undergrid. Ja. Ja. Hey, en je zegt, het is schaalbaar, want er zijn andere luchthavens waar het toepasbaar is. Maar ik neem aan dat dit niet luchthaven specifiek is. Dus welke andere toepassingen buiten luchthavens zie je? Nou, we zijn in een aantal andere sectoren zijn we ook bezig. Zijn we ook voor gevraagd om daarover na te denken. Niet alleen in tracking en tracing. Agricultuur, wat in Nederland natuurlijk ook een hele belangrijke industrie is. In de kassenbouw en ook daarbuiten. Maar wat kunnen we daar betekenen? Met luchtvochtigheid, met groei, water bij de wortels. De zaken waar wij van tevoren niet over na kunnen denken. Maar waar die klant ook weer zelf komt van ik heb dit... Ik wil dit graag meten, ik wil dit graag weten. Kunnen we dergelijke technologieën, dergelijke communicatietechnologie, gecombineerd met goede applicatie, kunnen we dat dan misschien op een hele kostenefficiënte manier gebruiken? En dat is een voorbeeld. Ja, maar als een ander buzzword te gebruiken als ik jou zou horen, is eigenlijk een combinatie tussen big data en de Internet of Things. Hè? Dus je genereert heel veel data met de sensoren op allerlei objecten. Deels. Wij proberen ook die informatiestroom wel te beperken. Want wij zien ook in het big data, wat heeft de klant eraan? En wij proberen echt zoveel mogelijk met die klant mee te denken. Hoe kun je uit sensoren feitelijk de informatie minimaliseren? Dat je alleen krijgt wat nodig is. Nou, dat vond ik nog wel interessant in wat je zei. Want dat is natuurlijk ook gewoon puur technisch vind ik het dan wel interessant. Want je zegt, althans dat las ik ergens, er zitten twee gewoon AA-batterijtjes zitten hierin. En je zei tegen mij dat dit gaat 5 jaar mee als je dit op zo'n karretje doet. Hoe kan dat in godsnaam? Want ik heb nog nooit een AA-batterij gehad die überhaupt 5 jaar het volhield, ook al gebruik je hem niet. Nee. Nou, dit zijn natuurlijk dit zijn industriële batterijen. Natuurlijk, dus zijn wat beter. Accu-achtig. Maar heb je er zit een zendertje in, er zit een ontvangertje in. Hij kan zijn locatie doorgeven. Ja. Je weet, er zit een bewegingssensor in. Ja. Hij moet steeds blijven uitpeilen, zeg maar. Er zit ook nog een temperatuursensor in deze. Ja. En toch gaat het. Wat hebben jullie dan gedaan dat lukt? Nou, als je kijkt naar informatie, en zeker in de tracking en tracing, er zit heel veel informatie in beweging. En er zit net zoveel informatie in stilstand. En op het moment dat je het moment van stilstand meet, dan kun je ook een apparaat eventueel uitschakelen, of voor een belangrijk deel uitschakelen, en zeggen ga weer aan op het moment dat je gaat bewegen. En daar kan best wel eens een periode tussen zitten. Dus dit apparaat staat eigenlijk meer uit dan aan. Leg eens uit, je zegt er zit veel informatie in beweging en veel informatie in stilstand. Maakt dat dus tastbaar? Wat voor soort informatie zit erin? Nou, op het moment dat ik van A naar B ga, dan kun je natuurlijk zeggen, ik wil dat continu meten waar je rijdt. Dat is natuurlijk een groot voorbeeld van navigatie. Dat gebruiken we allemaal. Dat kun je niet gebruiken in stilstand. Nee. Je wil weten hoe je rijdt. Maar op een terrein als een luchthaven, en ook zijn heel veel andere voorbeelden, is dat waar je rijdt op dat moment niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker waar je stopt en waar je start. Dus wij kijken veel meer naar de start en stop en berekenen in de software. Precies, als je dat ding uiteindelijk terug wil vinden, dan hoef je alleen maar te weten waar die is gestopt. Ja. En als hij daarna niet meer bewogen heeft, dan is hij nog steeds daar. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, het zijn dat soort innovaties die maken dat je zo energie-efficiënt... Onder meer dat en ook de manier waarop wij communiceren. Dus je kan bijvoorbeeld wifi of bluetooth, dat zijn technologieën die staan de hele tijd aan. Want die moeten continu luisteren wat er gebeurt, hè, zoals dat even populair wordt gezegd. Wij gaan synchroon aan en uit. Dat is een methodiek die we gebruiken. We gebruiken ook nog wat andere zaken, maar dat netwerk dat is dus eigenlijk op elkaar afgestemd. Dat betekent ook dat je in een vrij korte periode de informatie kunt ontvangen en kunt verzenden, zonder dat je de hele tijd als apparaat aan hoeft te staan. En dat is ook weer een onderdeel van die energiezuinigheid. Plus gebruik van componenten, hoe ga je met het stroom in zo'n apparaat om. Dat voeg je allemaal samen. En helemaal aan het begin vroeg je van wat is nou die echte innovatie? Het is die combinatie van een aantal factoren die verzorgt dat het een unieke softwareoplossing is geworden. Ja. En als je zegt van een van de krachten is dat we dat al deze apparaatjes met elkaar het netwerk vormen en dat we dus geen wifi of wat anders dan ook nodig hebben. Maar wat je net voorbeeld wat je gaf van zeg maar de tuinbouw of waar dan ook, speelt dat probleem daar ook of niet? Of is dat dus zeg maar van het netwerk vormen wat toegevoegde waarde heeft? Dat zijn kleinere gebieden, misschien is daar niet zo hard nodig, zou ik iets zeggen. Minder. Daar kom je dan ook hoe makkelijk kun je iets gebruiken, installeren, zonder dat je een netwerk hoeft te configureren. Ja. Wat ook een van die voordelen is. Dit
Dit plaats je ergens op, het stop je ergens bij en dan werkt het. En dat is natuurlijk als je naar de tuinbouw gaat, die heeft heel veel verstand van bollen kweken. Ik noem maar even gewoon een voorbeeld, maar die heeft weinig verstand van IT-installaties. En dat wil hij ook niet. En hij wil ook niet meer mensen inhuren die dat allemaal gaan bekabelen en allemaal gaan doen en allemaal routers gaan ophangen. Dus dan komt zo'n vraag, kan ik niet gewoon een hele simpele technologie, kan ik niet heel simpel technologie gebruiken om die informatie mij wel aan te leveren zonder dat ik een IT-bedrijf hoef in te huren om al mijn kabels te gaan trekken door mijn kas. Ja. En daar is dus die netwerktechnologie aan zich niet zo relevant, maar is veel meer de eenvoud en de gebruiksduur een stukje formfactor wat er dan ook bij komt kijken, dat is dan relevant. Ja, je zei eerder dat de combinatie van dingen is wat ons bijzonder maakt. Maar als ik je zo hoor praten, denk ik misschien is wel jullie grootste kracht, wat je zelf ook al een aantal keer aangaf, zeg maar echt het bovenop die klant zitten. Ja. Zeg maar niet zelf de oplossing bedenken, maar beter naar de vraag luisteren. Ja, ja. We zijn eigenlijk... het is ook wel grappig. Het is jammer dat mijn CTO hier niet bij is. Wij willen niet 2 jaar eerst ontwikkelen en dan zeggen, kijk eens wat een mooie technologie. Wij gaan eigenlijk met die klant, gaan we dat helemaal, dat ontwikkeltraject in. En wij gaan dat ook testen en we laten dat ook zien en we geven ook het idee en we luisteren daar verschrikkelijk goed naar. En dan kun je tot oplossingen komen waarbij het niet in één keer een soort van blackbox is die open gaat en zegt, wil je dit kopen? Want dan is maar de vraag, zit de wereld erop te wachten? Dit is echt ontwikkeld en ook die start zoals we dat bedrijf zijn begonnen. Natuurlijk hebben we ook een visie en een lange termijn strategie. Maar we hebben ook gezegd van we moeten business draaien. We moeten laten zien wat dit kan. En dat kan alleen maar als je daadwerkelijk met zo'n partij om tafel gaat en zegt hoe kunnen we dat probleem met elkaar oplossen. En het mooie voorbeeld is ook dat we gewoon op dat luchthavengebied hebben ook een joint venture gevormd met een leverancier van dat staal. Ja. En die zeggen, ik lever het staal, jij levert de technologie, samen maken we dat intelligent en hebben we goede business. En dat zijn hele mooie combinaties. En persoonlijk vermijden wij dus, het Internet of Things wordt. Als je over technologie praat, we zijn een Internet of Things bedrijf. Staan daar heel mooi mee in de aandacht, allemaal helemaal fantastisch. Maar vorige week hebben we een beurs gedraaid op het luchthavengebied. Nou, is het hele woord Internet of Things niet gevallen. Maar iedereen zei wel, ik wil mijn assets tracken. Ja. En die interesse is wereldwijd. Hey, en hoe pak je het eraan? Want er zijn vele mogelijkheden waar je dit kan toepassen. Jullie zijn begonnen zeg maar, met de luchtvaart. Zeggen jullie dan intern van, zeg maar, eerst de luchthavens en dan de tuiners? Of dan focus je eerst op één gebied, één terrein? Of pak je ook wat langskomt? We pakken niet wat langskomt. We maken wel keuzes. We kijken wel meer naar industrieën. Dus dat vinden we wel relevant. En we kijken ook waar kunnen we echt een probleem oplossen. En kunnen we daar ook partners in vinden die dat eventueel met ons kunnen oplossen. Waarom? Even naar dat tuinervoorbeeld. Wij hebben geen software hoe plantjes groeien. Maar er zijn wel bedrijven die software wel hebben, maar weer de informatie missen hoe dat plantje nou daadwerkelijk groeit. Ja. Dus wij kijken ook, zijn er eventueel leveranciers of partijen in die markt aanwezig waarmee wij kunnen partneren. Om te zorgen dat weer zo'n klant in een end-to-end solution volledig geholpen is. Ja. En niet alleen maar weer een stuk technologie verkocht krijgt waar die na 1 of 2 jaar van zegt van ja, wat heb ik er eigenlijk nog aan? Ja, precies. En even ook, want dat vind ik nog wel interessant, hè? Want je zegt eigenlijk van ja, je combineert een aantal dingen die misschien op zichzelf niet zo heel erg nieuw zijn, maar de combinatie maakt het nieuw. Internet of Things tegelijkertijd is een hype waar je liever niet mee geassocieerd wil worden. Mm-hmm. Het gevolg daarvan is wel heel erg, van die hype, dat ongelooflijk veel bedrijfjes zich hier natuurlijk opstorten. Ja, fantastisch. En we hebben er een paar hier al aan tafel gehad, maar maakt dat ook niet dat er ongelooflijk veel concurrentie zal zijn en komen op dit terrein? Ja. En hoe wapen je je daartegen? Als je zelf al zegt van ja, weet je, op zichzelf is het een combinatie van bestaande dingen. Nou, het is natuurlijk wel iets complexer dan. Het is een combinatie van bestaande dingen. Kijk, er wordt bijna niets meer nieuws uitgevonden in technologie. Dat weten we ook allemaal. Het is, wat je nu ziet zijn vaak verbeteringen van datgene wat er al was. Kijk, radiotechnologie bestaat natuurlijk al weet ik hoe lang. Dus als je iets nieuws uitvindt in radiotechnologie, dan is aan zich de radiotechnologie niet nieuw.
is de toepassing van de radiotechnologie die op dat moment dan nieuw is. Of de combinatie daarvan. Ik denk dat de kracht bij ons is dat we complexe technologie simpel maken. In een vereenvoudigde vorm ook naar de klant kunnen... Van schroef op je kar en alsjeblieft, hier werkt het. Ook niet vanuit dat technologieperspectief die business aanvliegen. Maar vanuit het gebruik van de klant daar heel erg op hameren. Die klant ook daar centraal stellen. Dat kun je ook in woorden doen, maar in daden is dat dan nog even een tweede. En dat is dat, denk ik, waar ook een kracht van ons team ligt. Dus dat is een wapening tegen concurrentie. Een ander deel is, ik vermijd het woord Internet of Things niet altijd. Ik vind het ook gewoon goed en dat is een hele mooie tendens. Alleen het aan een klant verkopen van hier heb je een Internet of Things oplossing en dit moet je maar afnemen. Ja, dat, als je daar niet op zit te wachten, dan kan je heel erg hard gaan pushen. En dat zie ik wat er heel erg veel gebeurt. Van, we plakken het erop, dat is Internet of Things, dus dan ga je het maar kopen. Want dan moet er markt zijn. Maar markt ontwikkelen, dat is wel even een tweede. En dat, ik denk dat we daar ook heel erg goed in zijn. Ja. Ja. Hey, Stekel, wij praten altijd met onze regisseur Martinus Meijborg, ook via Twitter gewoon. We krijgen altijd opmerkingen binnen. En hij zegt, een filmpje hadden we nog... we hebben een leuk filmpje van jullie. Martinus, bedankt. Zonder Twitter hadden we toch dit nu niet kunnen bereiken. In 1 minuut 15, wat Undergrid doet. Laat maar even zien. A new era of interaction is being born. The Internet of Things. We want to make it part of your world. Easy to use without hassles or barriers. With low cost. We simply believe we can change the world of things. We are Undergrid. Undergrid consists of devices that autonomously organize themselves in an expanding network. With devices that last for years on a single battery. And a range of up to hundreds of meters. It can also interact with nearby devices via Bluetooth Low Energy. Undergrid is proven technology. One of the problems we're already solving is the localization of non-powered ground support equipment at airports. Every dolly is equipped with Undergrid, and together they create their own network. The most recent location of every single dolly is shown online. But Undergrid can also be used for countless other applications. That's why we're looking for partners from all over the world. So, get your device on the grid and connect. Overigens wel grappig dat toch het filmpje meteen begon met Internet of Things. Maar dan moet je er nog even uitknippen dan. Misschien voor een ander publiek. Ik wil je nog iets vragen. Jij zei net, we hebben er bewust voor gekozen om ook meteen zeg maar business te draaien. Met de klant te praten. Weet je, wat is jullie probleem waar wij een oplossing voor kunnen vinden? Tegelijk, je zei ook, natuurlijk hebben we een visie en hebben we een strategie. Kun je daar iets over vertellen? Want hoe zie je jullie toekomstige rol? Nou, wat wij geloven is dat wij de manier waarop communicatietechnologie toegepast kan worden, kan veranderen. Wij geloven heel erg in een bottom-up approach. En dat licht ik even toe. Graag. Een van mijn co-founders is voormalig hoofd van innovatie van Vodafone in de machine-to-machine wereld. En zelf heb ik het bedrijf gehad, een van de grootste klanten van Vodafone op datagebied. Dus we kregen facturen, bij wijze van spreken, per pallet binnen. Met betalen van simkaarten. En als je kijkt naar hoe computertechnologie en communicatietechnologie is georganiseerd, dat is vaak top-down. Dus ik sluit een abonnement bij Vodafone, dan krijg ik een simkaart en dan room ik aan op een paal. En die paal is verbonden met een kabel en een netwerk, et cetera. We kennen allemaal een beetje hoe dat werkt. En wij geloven erin dat klanten in principe over hun eigen netwerk kunnen beschikken. En dat is wat wij doen. Dus wij geven hiermee al een netwerk dat zichzelf vormt en zichzelf in stand houdt. En door een heel simpele toegangspoort te creëren, wat eigenlijk hetzelfde apparaat is, maar dan met een LAN-kabel of een wifi-verbinding of die ene simkaart, krijg je die informatie in het internet. Dus wij kunnen klanten bottom-up hun eigen netwerk geven zonder dat je al die tussenlagen nodig hebt, zonder dat je de KPN's of de telecomproviders van deze wereld nodig hebt. En met name bij partijen die wat groter handelen, die wat misschien over de grens handelen, die hun eigen systemen willen hebben, die zijn daar heel erg geïnteresseerd. Want die zeggen, waarom moet ik nog afhankelijk zijn
van derde partijen om iets wat ik van A naar B communiceer. Feitelijk binnen mijn eigen bedrijf. Om dat over allerlei systemen te laten lopen. Terwijl dat mijn eigen systeem kan zijn. Heeft er iets met autonomie te maken. En, het, En wij geloven, als je het over lange termijn hebt. Wij geloven dat we daar een rol in kunnen spelen. Ja. En blijft voor mij integrerend dat je kiest voor aan de ene kant het innoveren op hardwaregebied. En aan de andere kant je business, denk ik, haalt eerder uit de andere kant, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Uit de toepassingen en het analyseren van de data en de softwarelagen binnen bedrijven. Vanzelfsprekend. En daar leer je ook. Hoe zie je dat dan in de toekomst voor je? Ga je die dingen gewoon weggeven om je business elders te maken? Hoe ziet dat model eruit? Ik denk dat wij uiteindelijk zullen zeggen, een bepaalde industrie zullen we zelf doen om alle lering, alle algoritmes te kunnen valideren, te kunnen bekijken, stabiele business te kunnen opbouwen. En als je een bedrijf start, moet je ook stabiele business kunnen bouwen. Anders zie je alleen maar geld van de investeerder te verbranden. Daar ben ik niet zo van. Dus je moet ook gewoon zeggen, oké, dit is gewoon business waar we in voort kunnen gaan voor de komende jaren. En tegelijkertijd kun je die lering gebruiken om te zeggen van, misschien zetten we wel een reference design neer. Misschien kunnen mensen de technologie straks wel gewoon licenseren. Nou, dus daar hebben jullie ook nog geen definitieve keuze in gemaakt? Nee, dat kijken we in de lange termijn. Hoe ontwikkelt zich dat? Wij vinden bijvoorbeeld de Things Network in Amsterdam vinden we echt een fantastisch initiatief. Daar kan dit apparaat zo op worden aangesloten. Dus kijk even de aflevering terug die we hier een paar dagen geleden over hebben. Wienke Riesemann. Soms worden we ook wel eens gevraagd, is dat dan niet een bedreiging of wat dan ook? Dan, totaal niet. Het is eigenlijk delen zij dezelfde waarde als dat wij hebben. Ja. Namelijk ook dat het van bottom-up georganiseerd kan worden. Dat mensen hun eigen netwerk kunnen ontwikkelen en kunnen deployen. Ja, zonder afhankelijkheid van dit. Ja. Hey, ja. En zakelijk, hoe hebben jullie dit gefinancierd? En even de zakelijke kant van het verhaal. We hebben formele investeerders. We zijn zelf gestart. Dat zelf gefinancierd in het begin. Daarna komen er dan wat mensen bij. Die zeggen, god, dat is een mooi initiatief. Begreep ik. Een paar angels. En daarna, nu is dan in augustus is Mainport Innovation Fund ook ingestapt. Die zeiden van, nou, we zien daar gewoon een hele goede toekomst in. En een goed team en goede ideeën. En natuurlijk is dat nog steeds, omdat je een start-up bent, niet alle risico's zijn uit de wereld. Dat hoort erbij. Maar je hebt mooie klanten, je hebt Schiphol, je hebt Parijs. Ja. Hoeveel omzet draai je dan inmiddels? We zullen dit jaar enkele tonnen gaan draaien en dat zal volgend jaar weer verder stijgen. Ja. Maar goed, je zit echt nog aan het begin. We zitten daarin nog aan het begin, ja. Hey, en wat is dan het businessmodel? Waar betaal je voor? Betalen mensen voor toegang tot het netwerk voor je eigenlijk zelf? Dus daar zul je niet voor betalen, neem ik aan. Nee. Waar zit het verdienmodel? Het verdienmodel zit tweeledig. Ten eerste het product, want daar willen mensen voor betalen. En tweede is in de informatievoorziening. Dus wij stellen die informatie niet kosteloos ter beschikking. Omdat daar ook calculaties zitten, andere zaken. Dus daar wordt ook voor betaald. En dat is een terugkerend verdienmodel. Hey, en je zei dan een beetje, wat merk je? Is het nog makkelijker om een product te verkopen dan een dienst? Nee, ik denk dat... dat is best een intrigerende vraag. Ik denk dat uiteindelijk de klant meer geïnteresseerd is in de dienst. En zegt van, dat is wat ik uiteindelijk wil afnemen. Dat is waar het om gaat. En met dit product, mensen vinden wel het product heel erg leuk. Dus vandaar dat ik het een beetje lastig antwoord vind. Ja. Want er zijn ook andere producten die zijn helemaal niet sexy. Nee. En die hebben we ook wel bedacht. Maar dit hier zit ook nog wel een bepaalde aaibaarheidsfactor aan. Dus mensen zijn hier nog wel, zijn ook geïnteresseerd in fysiek het product. Ja. Tegelijkertijd dacht ik van, hoeveel kleiner is die over als ik er over twee jaar met je over praat? Ik denk, het is best een bulky ding, zeg maar. Ja, want dat heeft ook een beetje te maken met... wij willen ook dat die apparaten over een paar kilometer afstand met elkaar communiceren. En dan zit je ook in een aantal natuurkundige wetten. Ja. Hoe werkt een antenne? En je zit op staal. Dus staal, dat heeft een bepaald effect op radiosignaal. Ja. Dus dat moet je uitmeten, dat moet je simuleren. En daar hebben we een fantastische man voor gevonden die dat heel goed kan. Dus er zijn allerlei simulaties. En dat bepaalt bijvoorbeeld de hoogte van het product. En als je namelijk te dicht op staal zit, dan heeft dat te veel invloed op je antennewerking. Ja. Maar hij zal in de toekomst absoluut kleiner zijn. Ja. Maar, had je al plannen voor komende zomer? Nou, we gaan niet naar TK, denk ik. 2-0 achter tegen Tsjechië.
Dus mocht je nog... dus je hoeft geen rekening meer te houden. Gaan we Belgisch bier drinken? Ja, ja, ja. Wat wordt het? Voor wie gaan we juichen? Ja. Gooi hem er toch even. Gooi jij hem er maar even. Ik moet eigenlijk heel hard lachen. Ik zei iemand... triest voor woorden, maar... Ik zag al wel iemand... Eén heb ik wel gezien. Die zei namelijk... Nederland, Tsjechië, het is tijd voor fast moving targets. Dus ik vroeg me nog af of het een geintje was of niet. Maar ja, kennelijk. Ja, het is geen geintje. Nou ja, dat is helaas. Nou ja, dan op dit is een mooi moment dan om deze uitzending af te sluiten. Stekel, je wordt bedankt. We moeten eventjes gaan we even communiceren onderling, zeg maar. Ja, even maar hartstikke veel succes. Ik vind het echt hartstikke spannend. De versnelde opkomst van de sensoren door... Zeg maar met name de energiezuinige technologie en de netwerken die dat weer aan elkaar knopen. Ja. We hebben het hier vaker over aan tafel. En heel benieuwd wat dat de komende paar jaar voor toepassing gaat. Een mooie rol te spelen. Ja, en wij hopen jou daar dus TZT ook weer een keertje over te spreken. Ik kom graag terug als die dobbelsteen. Hartstikke goed. Hey, jij bedankt. Kijk je nu live en zoek je wat vertier nadat je voetbal hebt gekeken, ben je hier welkom. Heb je een hekel aan voetbal en was je hier dan kijken, dan natuurlijk ben je ook heel erg welkom. Straks gaan we door, praten we over thuisbezorgd. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook kunt terugzien. Als je Fast Moving Targets wilt steunen, kun je FMT member worden. Je zag en ziet het URL in beeld voor een tientje per maand. Help je media over innovatie mogelijk maken. Wij danken Streamzilla uit Groningen die er op de eerste 3 weken na al 4 jaar voor zorgt dat Fast Moving Targets iedere dinsdagavond live te zien is. Tot zo direct. Dag.